De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Formido Deco Bouwmarkt, Sintix, Blueberry Media, ASC Ladders en Stijgers, Fokwa Schadeherstel en IDIS. Seizoen 2015 zit er voor de Supercar Challenge powered by Pirelli bijna op. Na 16 spannende en felbevochten races op Zandvoort, Zolder, Spa-Francorchamps, Assen en Brands Hatch worden de allesbeslissende wedstrijden van het seizoen op het TT-circuit van Assen verreden. In deze aflevering ziet u het verslag van de Super GT en GTB-divisies en we beginnen met de snelste van de twee. Het Limburgse team Razard zette vorig jaar als eerste en enige raceteam in Europa de SRT Viper GT3R in, met het oog op de titel in de Super GT-klasse. Ondanks een lastige start van het seizoen wonnen zij toch met 7 punten voorsprong het kampioenschap. Dit jaar is het Roger Graus die opnieuw met de Viper GT3 zijn titel verdedigt, samen met Kelvin Snoeks. Die titel leek echter ver buiten bereik toen ze op circuit Zolder werden aangereden door een gastrijder en geen punten scoorden. Maar ook toen Roger Graus op Brands Hatch werd aangetikt en enkele ronden vaststond in de grindbak, leek het kampioenschap verloren. Toch namen zij na de vorige ronde de leiding in het kampioenschap over van de Belgen Nicolas van Dierendonk en Jeffrey van Hooydonk. Zij rijden met de Chevrolet Corvette GT2 van het Zedderslag Racing Team. Vanaf het allereerste raceweekend stonden zij bovenaan in het klassement. En dat ondanks dat ook zij een uitstapje maakten in de grindbak tijdens de vierde ronde op het circuit van Zandvoort. Maar toen op Spa-Francorchamps onverwachte techniek het liet afweten, kwamen zij op een achterstand te staan in het kampioenschap. Ja, inderdaad. Spijt genoeg hebben we een kapotte versnellingsbak in Spa gehad. Dus nu hebben we niets meer te verliezen. We staan 11 punten achter. We hebben nu 2 puntjes van de pole, van de 2 poles binnen. Dat is wel leuk om het seizoen af te sluiten als snelste in de kwalificatie. Maar de race moet nog gereden worden. Daar zijn veel punten nog te halen. Maar hoe schatten zij hun kansen in dit weekend? Gering. We zien natuurlijk geen groot startveld nu, wat het nog moeilijker maakt. Maar kijk, als het zo moet zijn, moet het zo zijn. We hopen natuurlijk niet dat de concurrenten hier van in het weekend uitvallen. Dus als ze winnen, zijn ze de rechte winnaar en dan moeten wij vrede nemen met de tweede plaats. Team RaceArt heeft dus hier op Assen het voordeel in de puntenstand voor het eerst dit seizoen. Ja, het is een hartstikke fijn gevoel, zeker naar Spa. Nu komen natuurlijk andere kleine zorgen, zo van... Ja, we moeten nu behoud met kopje rijden. We worden gejaagd. Dat is ook wel anders dan dat je zelf moet jagen. Ik denk dat Jeffrey en Nicolas die hebben meer te winnen dan te verliezen. En bij ons is het andersom, dus het blijft spannend. Het Zedderslag Racing Team heeft de Corvette perfect voor elkaar hier op Assen met pole position voor beide wedstrijden. En het is Nicolas van Dierendonk die de zaterdagwedstrijd gaat starten. Naast hem vinden we de gloednieuwe McLaren 650S GT3 van Cox Racing van Peter Cox en Nico Pronk. En het is Peter Cox die de start in de eerste race van het weekend voor zijn rekening neemt. De Viper van Team RaceArt start beide races vanaf de derde plaats, hier met Roger Graus achter het stuur. Een ogenschijnlijk slechte kwalificatie dit keer. Maar daar maakt Kelvin Snoeks zich na 6 pole positions en 5 overwinningen dit seizoen niet echt druk over. Uiteindelijk in mijn kwalificaties zat ik wel echt goed erbij mijn laatste rondje, maar het was net niet goed genoeg voor de plek 1. Dus daardoor werd ik naar binnen geroepen. Dus ik zat waarschijnlijk op 18e nog. Dus we hebben echt goede stap gemaakt, maar het was net niet genoeg. Op de tijden lijkt het gat wat groter dan het is, maar ik zat er wel redelijk goed bij al. Ja. De eerste race van het weekend hier dus tijdens de Formido finale races. Die wordt verreden op een half natte baan. Ideale lijn die wel droog is, maar daarnaast is het nat heel erg lastig. We zijn aan boord bij Roger Graus, de leider in het kampioenschap. En dan zien we dat Peter Cox veel te vroeg weg is. Een echte jumpstart voor de man met de McLaren neemt dan wel de leiding. Maar daar zou de wedstrijdleiding nog naar gaan kijken. Roger Graus zit dan achter Nicolas van Dierendonk, zijn grote concurrent van het kampioenschap. Maar je ziet dat hij inhoudt. Op die half natte baan neemt hij geen risico. Peter Cox nam wel risico bij de start en krijgt hiervoor dus een drive-through penalty eenmaal door de pitlane. Hij moet dus achteraan aansluiten. Ook in de pitlane Roger Graus. Hij heeft wat gevoeld aan de Viper. Iets voelt er niet goed in de balans van de auto. En dus wordt er door het team gekeken. Gezocht naar wat er aan de hand is. Ze kunnen het echter niet vinden. En moet Graus met een grote achterstand terug de baan op. Henry Zumbrink heeft dan de leiding overgenomen.
Terwijl Nicolas van Dierendonk is teruggevallen naar de vierde plaats. En dat is wel goed nieuws voor Team Razorhard. En dan is het tijd voor de verplichte pitstops. Ja, 25 seconden moet de Viper langer stilstaan dan de Corvette. En met die extra stop voor Roger Chaos wordt het een lastige opgave voor Kelvin Snoeks. Ja, dat hoorde niet bij de tactiek. Ja. Ik had het probleem al eigenlijk in de vlak voor de start. Dat in één keer het stuur toch ietsjes uit het midden was. Op het rechte stuk had ik natuurlijk mijn start, dus heb ik even verder niet op gekeken. Maar op een gegeven moment toch zat er verschil tussen op volle snelheid en aanremmen. Dat het stuur ietsjes uit het midden ging. En dat duidt vaker op een kapotte band of een leeglopende band. En ik had geen zin om door rampzoek te gaan met volle snelheid met misschien een leeglopende band. En ik heb gekozen voor het zeker om in ieder geval een pitstop te maken om of alles te checken. En dan weer vol gas door te rijden. Jeffrey van Hooijdonk in de Corvette finisht als derde. 1/10 van een seconde achter de Phantom van Noel Keuler en Carlo Kuijer. De zege is voor deze Henry Zumbrink en dat is nummer 6 van het seizoen. Ja, nu 6 overwinningen. En ja, dat is gewoon goed. In het begin was ik erg snel. Ik kon een mooi groot gat slaan. Op het laatste was ik wat minder snel dan de rest, maar ik had een groot gat. En ja, een prachtige overwinning. Met een derde plaats voor Jeffrey van Hooijdonk en Nicolas van Dierendonk en een vierde plaats voor Team Razorhard zijn het de Corvette-coureurs die ietsje dichterbij komen in het kampioenschap. 1 punt, want Kelvin Snoeks reed nog wel de snelste ronde in de wedstrijd. En dus komt het neer op die allerlaatste race van het seizoen. En voordat we naar die laatste wedstrijd gaan kijken, zien we eerst nog de strijd in de GTB-klasse. De leiders in het kampioenschap zijn Patrick Lamster en Donald Molenaar met de AMG Motorsport Porsche GT3 Cup. De 2 overwinningen dit seizoen zijn niet heel bijzonder te noemen, maar de 11 podiumplekken uit 16 races zijn het absoluut wel. En zij staan daarmee 14 punten voor in het klassement. En dat werden er zelfs 16 toen Donald Molenaar pole position pakte voor beide wedstrijden van de Formido finale races. Maar met nog maximaal 42 punten te verdienen dit weekend is er van alles mogelijk. Het blijft mechanisch. Je kunt van alles aan de hand krijgen. Het is zeker nog niet binnen. Het is pas binnen vanaf het moment dat er 21 punten in gat is na vandaag. En anders zal het voor morgen zijn. Ja, je wil altijd kampioen worden. En Patrick, toen ik voor het eerst bij hem instapte, stonden we na de race eerst in het kampioenschap. En toen zei hij de motiverende woorden van zolang we eerste staan mag je blijven rijden. Maar eerlijk gezegd heb je dat niet nodig. Je wil gewoon altijd winnen. En ik ben ook meer iemand die rijdt voor het kampioenschap dan voor de dagoverwinning. Alleen nu stapte ik later in, dus eigenlijk moesten we zoveel mogelijk winnen om kampioen te worden. Dus ja, dat maakt het alleen maar leuker, want dat is ook eigenlijk het enige waarvoor je naar de baan gaat. Je wil winnen. Zij nemen het op tegen de Davitech Engineering Corvette van Ferdinand Kool en Milan Dontje. Milan maakt dit seizoen zijn debuut in de autosport en gaf begin dit jaar ook aan dat het winnen van het kampioenschap niet zijn hoofddoel is. Maar hoe zit dat nu? Ja, einde van het seizoen en dan kom je zo dichtbij, dan scheelt het natuurlijk wel. Bij het begin was het gewoon niet echt het doel. En nu, dan, als je zo dichtbij komt, is dat gewoon wel je doel natuurlijk. Maar eigenlijk ben ik ook wel tevreden als we tweede worden. We hebben heel veel laten zien, veel progressie gemaakt. Dus gewoon een al met al goed seizoen. En met 7 overwinningen zijn zij het meest succesvol in de GTB-klasse. Maar dus niet de snelste in de kwalificatie. We hebben nu gewoon een beetje geluk nodig. Het is nu droog, half nat, half droog. Daar zijn we heel erg goed op. Dus ik ga veel risico nemen en ik ga gewoon proberen om een foutje te dwingen. En proberen te winnen. We hebben heel veel strafseconden, dus het wordt moeilijk. Maar ja, niks is onmogelijk. Dus ik ga gewoon echt mijn best doen. Donald Molenaar ligt dan aan de leiding in de GTB-klasse. En hij wordt dan op de voet gevolgd door Ferdinand Kool. Die is hard aan het pushen. Zo hard zelfs, dat hij wat schade oploopt. Hij heeft een bandenstapel geraakt aan de binnenkant van de bocht. De koplamp is kapot, maar er is meer aan de hand bij de Corvette. En dat is precies wat ze niet kunnen gebruiken. Ja, er is een probleem. Hij schakelt niet terug. En dat had ik vanaf het begin af aan al. Dus we moesten met de pook schakelen en elke keer viel de auto uit. Dus steeds resetten. Ja, dan reed ik nog de rondetijden van 43. Dus ja, stel dat hij het wel deed, dan hadden we echt een vuist kunnen maken. En Milan moet nu gewoon roeien met de riemen die hij heeft. Maar het is jammer. Weer een klein beetje pech. Bart Sluis wint de GTB-klasse uiteindelijk, ondanks een straf voor een te korte pitstop. Het is zijn 5e overwinning van het seizoen en doet dat met 6 seconden voorsprong. Iedereen is wat voorzichtiger vandaag, merk ik. De Corvette, de Porsche, iedereen rijdt echt voor het kampioenschap.
Maar ik wou hem winnen dit weekend. Eenmaal op zijn minst, dat was vandaag gebeurd bij deze. Na mijn crash in Francorchamps, ik had een beetje een zuur gevoel. Als je, je bent eigenlijk, je wordt in de muur, je belandt in de muur door toedoen van anderen eigenlijk. Maar goed, dat is achter ons. En bij deze ben ik terug back in town. En het was een leuke wedstrijd. Milan Dondje en Ferdinand Kool leggen beslag op de derde plaats achter gastrijder Max Kubot, maar voor Patrick Lamster en Ferdinand Kool die als vierde finishen. En dat betekent dat zij nog maar 14 punten voorsprong hebben. En na de break zijn we terug met de laatste wedstrijd van het seizoen. De wedstrijd waarin alles beslist gaat worden. De titel in de Super GT en de GTB kampioenschappen. Graag tot zo! De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Formido Deco Bouwmarkt, Sintix, Blueberry Media, ASC Ladders en Stijgers, Fokwa Schadeherstel en IDIS. De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Formido Deco Bouwmarkt, Sintix, Blueberry Media, ASC Ladders en Stijgers, Fokwa Schadeherstel en IDIS. Welkom terug bij de Formido Finale Races vanaf het TT-circuit in Assen. Het gratis evenement voor het hele gezin met optredens van bekende Nederlandse artiesten, activiteiten op de paddock en als hoogtepunt de gridwalk bij de Supercar Challenge powered by Pirelli. Het biedt de fans de kans om nog één keer de snelle GT's van de Super GT en GTB-klasse van dichtbij te bekijken, want het is de allerlaatste race van het seizoen. En de titels in beide klassen zijn nog niet beslist. In de Super GT-klasse staan Roger Gouwels en Kelvin Snoeks met de SRT Viper GT3 aan kop in het klassement. En in de GTB-klasse zijn dit Porsche-coureurs Patrick Lamster en Donald Molenaar. Maar het zal geen eenvoudige wedstrijd worden, want het zijn de meest listige omstandigheden van dit seizoen. Het is koud, het is nat, dezelfde omstandigheden als tijdens de kwalificatie. En toen zagen we dat de GTB-auto's makkelijk bij de Super GT-machines bleven. En in deze omstandigheden is de setup van cruciaal belang. Zit je ernaast en krijg je het regenrubber niet op temperatuur. De SRT Corvette mag voor de tweede keer dit weekend van pole position starten. En het is Jeffrey van Hooijdonk die in deze omstandigheden de start voor zijn rekening neemt. Naast hem Nico Pronk in de McLaren. En daarachter opnieuw Roger Gouwels. Net als bij de eerste wedstrijd start hij vanaf de derde plaats. En dan zijn we vertrokken voor de laatste race van het seizoen. Roger Gouwels zat aan het begin van de eerste wedstrijd klem achter de Corvette. Kon hij niet inhalen. Nu zit hij achter de McLaren. De McLaren op de tweede plaats. Dan moet hij een weg naar voren zien te vinden. Hij kan zich niet voorloven dat hij terugvalt. Maar kijk eens, Donald Molenaar met een van de GTB-machines ging er omheen. De Porsche altijd snel zijn banden op temperatuur. Zeker in de regen met die motor zo'n beetje over de achteras. Een van de snelste auto's en dat blijkt nu ook. We zijn aan boord bij Henry Zumbrink in de Volvo. De winnaar dus van de wedstrijd op zaterdag zit achter Cor Euser, die voor deze gelegenheid weer eens de Marcorelli van stal heeft gehaald en vlak achter Roger Gouwels zit. Je hoeft Cor Euser natuurlijk niets uit te leggen. Over dit soort omstandigheden heeft alles al meegemaakt en hij is zeker meteen op tempo. Kijken nog een keer naar de start, maar nu vanuit het oogpunt van het GTB-veld. We zijn aan boord bij Max Kubot, die voor de gelegenheid in de Corvette rijdt nadat op vrijdag de Volvo zwaar crashte en compleet afgeschreven was. Goede start van Kubot, zoals hij dat het hele jaar ook in de Volvo in de Super GT-klasse heeft gedaan. Laat Milan Dondje achter bij de start. En voor hem zit nu Wart Sluis in die BMW, links in beeld. Rechts is het Henk Thuis met de Vicora V8, een auto in de Super GT-klasse. En Kubot zit dan aan de binnenkant, overigens niet de plek waar de meeste grip ligt in de regen. Dat zien we dan ook precies vanuit deze beelden. Zit dan wel aan de binnenkant, maar gaat niet makkelijk voorbij aan Wart Sluis. Aan de binnenkant van de bocht op de ideale lijn ligt er nog heel veel rubber. En als het dan regent is het daar juist extra glad. Maar glad is het overal hier op het TT-circuit van Assen. Kubot gaat hier voorbij aan Wart Sluis. En nu zijn we aan boord bij Milan Dondje, teamgenoot van Kubot. En die gaat het ook proberen bij de winnaar van de wedstrijd op zaterdag. Op het rechterstuk, op vermogen, gaat hij er voorbij. En Wart Sluis in twee bochten tijd als het ware teruggevallen van de tweede naar de vierde plek. Terug naar de Super GT-klasse, waar Jeffrey van Hooijdonk toch wel dominant aan de leiding gaat. Heel erg sterk optreden. De tweede plaats overall voor Donald Molenaar. Dan Nico Pronk, Roger Gouwels en Cor Euser. Dat veld blijft heel dicht bij elkaar. Maar duidelijk is wel dat de GTB-auto's heel makkelijk bij de Super GT-auto's blijven. Ook al heeft Milan Dondje hier toch wel een beetje een onorthodoxe lijn nodig.
Nico Pronk en Roger Gouwels. Een gevecht om de tweede plaats. Voor Gouwels vooral belangrijk dat Henry Zumbrinker niet voorbij komt. Dat is een van de vaste coureurs in de Supercar Challenge. En die kan veel punten pakken. Maar kijk eens, Zumbrink aan de binnenkant. En hier zie je wat het probleem is van aan de binnenkant zitten. Maar Roger Gouwels heeft een ander probleem. Geen tractie. En dus is het Zumbrink die hier de derde plaats in de Super GT-klasse overneemt. Kan hij dan op weg naar een zevende overwinning. En dat zou een absoluut record zijn in de Super GT-klasse. Moet hij wel voorbij Nico Pronk, hier met de nieuwe McLaren. Nieuwe auto voor 2015, geïntroduceerd als opvolger van de MP412C. Die we ook al eerder in de Supercar Challenge hebben gezien. En Pronk kan er toch prima mee uit de voeten. Houdt dan ook Henry Zumbrink toch even achter hem. Ja, Zumbrink is een echte topper. Heeft niet voor niets zoveel wedstrijden gewonnen en neemt hier de tweede plek over. Iemand die daarvan profiteert is Roger Gouwels. Zit gelijk aan de binnenkant en klapt mee, zoals het dan heet. En kan hij dan de aansluiting behouden bij Zumbrink? Dat is belangrijk, want ze hebben nog altijd veel successeconden voor de laatste pitstop van het seizoen. En ze mogen niet te veel punten verliezen op deze mannen. Jeffrey van Hooydonk komt binnen voor de pitstop. Heeft 40 seconden voorsprong. Telt daar nog eens de 15 seconden die zij korter stil moeten staan dan de Viper erbij op. En dus heeft van Hooydonk alles gedaan wat hij kon. Nee, het was heel leuk. Ging heel goed. Wagen was top. We hadden juist ietsje te veel risico genomen met bandendruk. Ietsje te hoog gestart en tijdens mijn sessie beginnen schuiven. We hebben nu de bandendruk aangepast voor Nicolas. En nu is het aan Nicolas om te glibberen en te schuiven. Dus de overwinning denk ik niet dat erin zit, omdat Cox is heel sterk aan het terugkomen. Maar een podiumplaats zit er wel in. Dat is wel mooi om het kampioenschap af te sluiten. En een podiumplaats, daar jaagt ook Milan Dondje op. In tegenstelling dus tot bijvoorbeeld Jeffrey van Hooydonk, is deze Corvette niet met een hoge bandenspanning vertrokken. Aan het begin van de wedstrijd verloren ze heel veel tijd. Maar halverwege zijn stint gaat hij ineens als een warm mes door de boter. Zet hier de aanval in bij zijn teamgenoot, bij Max Kubot. En zo gaat Milan Dondje tweede in het GTB-kampioenschap met Ferdinand Kohl. In ieder geval door naar de tweede plaats in deze wedstrijd. Dan is het alleen Donald Molenaar nog die voor zijn neus zit. Maar ja, Molenaar die begint ook te glibberen en glijden. Heeft geen grip meer. En in één keer is daar dan Milan Dondje. Prachtig gevecht om de leiding. Ja, en dit kan nog wel eens cruciaal zijn voor het kampioenschap. Als de Porsche inderdaad heel veel posities gaat verliezen. Moet Milan Dondje er eerst voorbij. Donald Molenaar, absolute topper. En dit is toch wel fijn hoor voor Milan Dondje in zijn allereerste autosportseizoen. Zet hij de aanval in, twijfelt hij niet en gaat hij er voorbij. Molenaar slim genoeg om natuurlijk ook niet het gevecht enorm zwaar te maken. Duimpje naar Dondje. Het respect voor Dondje is knap hoor om in deze omstandigheden zo goed te rijden. Terwijl Donald Molenaar hier binnenkomt. Gaat het stuur overgeven aan Patrick Lamster. Zij hoeven 30 seconden minder stil te staan dan de Corvette. Dus zal Donald Molenaar toch wel tevreden zijn. Ik kon in ieder geval lekker wegrijden en dat ging allemaal super goed. Alleen op een gegeven moment werd de baan toch wel wat droger. En hadden wij, je zaten niet zo goed met de bandenspanning. Dat zag je ook, hè? Ferdinand. Of niet Ferdinand, Dondje, die kwam sterk oprijden. Hij heeft super strak gereden, op een gegeven moment reed ik achter hem. Maar hij reed echt kakstrakke lijn. Hè? Maar ik kon dat niet meer, want ik hoorde net 2,7 bar in mijn banden zitten. Wat er rond de 2 moet zitten. Dus maar ja, het begin kon er lekker en daarna niet meer zoveel voordeel van. En zij waarschijnlijk andersom. Hè? Aan boord bij Ferdinand Kohl heeft het stuur overgenomen van Milan Dondje en is inmiddels Patrick Lamster al voorbij. Lamster die heel veel tijd verloor. En dan is er misschien een kans om toch nog de titel te pakken. Moet hij wel Wartsluis voorbij. Daarachter zien we dan Max Kubot op de derde plek, maar scoort geen punten als gastrijder. Ja, het zal ontzettend close worden in het GTB-kampioenschap. Eerst maar eens kijken of Ferdinand Kohl, de winnaar van zaterdag, voorbij kan. Remt wat later dan Wartsluis. En er voorbij. En dan zie je hier vanuit deze beelden toch ook wel dat er een droge lijn begint te ontstaan. Niet op de curbstones, niet naast de ideale lijn. Maar op de ideale lijn is het ietsje droger. Gaat hier in de aanval. Er is net genoeg ruimte voor de Corvette. Maar er is geen contact. Ver gereden hier tussen Wartsluis en Max Kubot. Die wel opschuift naar de tweede plaats in de wedstrijd. En zo zijn het de twee Davitec Corvettes die op de eerste twee plaatsen liggen. Prachtig om het team zo in slagvolgorde te zien. En Wartsluis kan niet meer volgen. Valt stukje bij beetje terug. Dan zijn we in de eindfase van de laatste wedstrijd van het seizoen gekomen. En Kubot heeft alles geprobeerd om Ferdinand Kohl voorbij te steken. Zijn leermeester van vorig seizoen. Op het randje en soms erover. Hij komt er niet voorbij, Kubot. En voor de laatste keer door de Geert Timmer chicane. Let op de reactie van Max Kubot die hier als tweede finisht. Hij redt het net niet.
De winst is dus voor Milan Dontje en Ferdinand Kool. De tweede plaats voor Max Koebel, derde Wart Sluis. En dan is het zoeken naar Patrick Lamster en Donald Molenaar. Zij finishen als vijfde. En dat is goed genoeg voor de titel. 8 punten voorsprong houden ze over. En dan is het feest bij het Belgische EMG Motorsport. Het is de tweede keer dat Patrick Lamster de GTB-titel pakt. In 2013 was hij al de beste, nu dus ook in 2015. En na de finish zien we hoe ontzettend glad het is op het circuit van Assen. Maar dat mag de pret niet drukken. Ah, het was eigenlijk alleen maar uitrijden, maar de zenuwen waren zo gespannen. Ik heb gewoon gruwelijk afgezien in een auto. Ik was maar aan het kijken, wanneer is het gedaan, wanneer is het gedaan. Het super seizoen, hoogtepunten, laagtepunten. Maar uiteindelijk hebben we het gehaald en ik ben super gelukkig. En dankzij het team EMG Motorsport zet ons iedere keer in een fantastische wagen neer. Ik denk de oudste van het pak, 2006, Auffrikadel, zeg ik altijd, maar super auto, super team. En nu gaan we feesten. Op de bovenste trede van het podium vinden we Ferdinand Kool en Milan Dontje. Hebben een kleine primeur, want zij zijn de eerste die winnen met meer dan 60 resultaatseconden. Max Koebelt finisht ondanks een stop-and-go voor een te korte pitstop. Als tweede en derde finisht Wart Sluis en die wordt ook derde in het kampioenschap. Milan Dontje en Ferdinand Kool zijn de runners-up in 2015, maar de titel is er voor Patrick Lamster en Donald Molenaar. Dan gaan we naar de ontknoping in de Super GT-klasse en Peter Cox heeft, zoals Jeffrey van Hooijdonk het al verwachtte, na zijn pitstop hier het gat naar Nicolas van Dierendonk helemaal dichtgereden. Hij is veel sneller dan de Belg en hij is er voorbij, neemt de leiding over in de McLaren en dan zou hij weglopen. Een groot gat trekken richting de Corvette, die natuurlijk strijdt om de titel met de Race Art Viper. Tweede plaats dus voor van Hooijdonk en van Dierendonk. En waar zit dan Kelvin Snoeks? Die heeft het stuur overgenomen van Roger Gauwels, moest lang stilstaan in de pits. Had de opdracht om te pushen, Kelvin Snoeks, maar hij moest ook een veilige marge aanhouden totdat 75% van de wedstrijd was verreden. Dat lukt en Kelvin Snoeks finisht uiteindelijk als vijfde en dat is genoeg voor het kampioenschap. Team Raceart en Roger Gauwels prolongeren de titel. Ja, tweede titel op rij. Ja, dat is geweldig. Ja, super. Ik ben hartstikke blij. Het was zo spannend, er zat geen podium meer in, alleen alles heel houden. Dus ja, Kelvin heeft super gedaan. We hebben super gereden dit jaar, hartstikke blij. Ja, super. Liefst met podium willen eindigen, maar ik moest rustig aan doen van de jongens. Dus, maar ja, nee, hartstikke blij, we zijn kampioen. Dus uiteindelijk, wat maakt het uit, 4, 5, 6, 7, 8. Uiteindelijk gaat het gewoon om het kampioenschap en dat hebben we behaald. Ik ben echt heel blij. De vijfde plek dus voor Kelvin Snoeks en Roger Gauwels. In de eindfase kwam hij vlak achter Henry Zumbring te zitten. En samen met Zumbring probeerde hij Cor Euser in te halen. Dat lukte niet. Ja, Euser is nog altijd supersnel in deze omstandigheden. De overwinning is er voor Nico Pronk en Peter Cox. De tweede plaats voor Jeffrey van Hooijdonk en Nicolas van Dierendonk. En derde dus Cor Euser. En opnieuw dus niet de kampioenen op het podium, net als in de GTB-klasse. Ze houden uiteindelijk wel 7 punten voorsprong over, hè, Roger Gauwels en Kelvin Snoeks. En zijn dus de kampioen in de Super GT-klasse. En zo komt er een einde aan het seizoen bij de GT's in de Supercar Challenge powered by Pirelli. Het kampioenschap in de sportklasse is nog niet beslist. En dat geldt natuurlijk ook voor de titelstrijd in de IDES Superlights Challenge. En het verslag van die wedstrijd op het TT-circuit van Assen ziet u volgende week bij RTL GP. De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Formido Deco Bouwmarkt, Sintix, Blueberry Media, ASC Ladders en Stijgers, Fokwa Schadeherstel en IDIS.